Het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen het nieuwe gebouw van het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken officieel in gebruik genomen. Volgens onderdirecteur Ingrid Kindooi van Vreemdelingenzaken doet het haar goed om in haar 16-jarige loopbaan een eigen gebouw te krijgen. En de ondersteuning naar elkaar toe zullen hierdoor nu beter worden en we merken het nu al. Dit moment is voor mij dan ook een mooie gelegenheid. En dan kijk ik in de richting vice-president om de regering de volle ondersteuning te vragen voor de nodige financiën om zaken die zijn blijven liggen te kunnen uitvoeren. Want momenteel zitten we met een probleem dat we niet kunnen werken zodra we de lasten niet hebben betaald. Ze zeggen no money, no gain. Volgens minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie wordt met dit nieuw gebouw een belangrijke stap in de goede richting gezet, gezien de ambitie van het ministerie. Vice-president Ronnie Brunswijk onderkent het belang van goede huisvesting voor het optimaal functioneren van de verschillende diensten van de overheid. Om een belangrijke schakel te zijn voor vreemdelingen, zodat deze getuige kan zijn van onze efficiënte werkwijze. In het verleden heeft de afdeling genoeg rondgezworven, maar vandaag is het een feit dat we dit beleid vanuit een vaste plek kunnen vormgeven. Ik ben eveneens ervan overtuigd dat de medewerkers van het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken nu met frisse moed naar het werk zullen komen, omdat de faciliteiten voor goede dienstverlening eindelijk aanwezig zijn in dit gebouw. Het opzetten van dit gebouw biedt met het oog op de lang gekoesterde plannen om het overheidsapparaat te rationaliseren een goede gelegenheid om de beleidsdoelen die in dit kader zijn gesteld door de regering van Tokyo Brunswijk te realiseren. Vice-president Ronnie Brunswijk en daarvoor minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Het vreemdelingenbeleid zal worden aangescherpt en het vraagstuk van illegale vreemdelingen zal worden aangepakt vanuit deze centrale plek.